hebben jullie elkaar leren kennen? Op een bepaalde dag kreeg ik een vriendschapsverzoek op Facebook van een zekere Michelle Shanti. En ik keek naar haar profiel. En toen zag ik de cover van haar boek, Godin op hoge hak, als profielfoto. Ik dacht zo, wauw, dat is een leuke vrouw. Dus ik ben de beroerste niet. Ik accepteerde haar. En toen bleek dat een vriendin van haar gezegd had van, jij schrijft in jouw boek over tempelprestressen, dan moet je Geert Kimpenis lezen, want die schrijft er ook heel vaak over. En zo zijn we met elkaar in gesprek gekomen, eigenlijk over tempelprestressen met elkaar. Een heel onalledaags onderwerp misschien. En hier zit nu mijn tempelprestress. En wat was de eerste keer dat jullie elkaar echt zagen en wat gebeurde er? Nou, ik was echt aan het uitstellen thuis, want ik vond het heel erg spannend. Dus ik kwam pas anderhalf uur later opdagen op onze date. En dat was in een restaurant en ik zag hem en ik wist het sowieso. Ik wist over zielsverwantschap, ik wist dat hij mijn zielsverwant is. En ik zag hem, maar ik gedroeg me echt als een idioot en heel kinderachtig. En ik wist gewoon niet hoe ik me moest gedragen. Je drukt zich helemaal niet kinderachtig. Jawel. Je drukt zich heel intens. We kwamen elkaar tegen en ze liep op mij af en zij omhelsde mij. En haar hoofd vluchtte een soort in mijn schouder. En zo hebben we midden in die ruimte, denk ik, een half uur gestaan. En dat ik op de duur dacht van, moeten we niet praten of elkaar aankijken. Maar ze leek een soort van... ja, zij herkende mij en zei van, ze kroop echt in mij. Is iets wat ik ook nog nooit heb meegemaakt, dat je zo intens iemand ontmoet die zonder één woord te zeggen, wat je een half uur ontzettend dicht bij elkaar, in elkaar staat midden in een publieke ruimte. Hoe werkt dat met zielsverwantschap? Zoek je dat of vindt het jou? Ik denk dat wat je op maatschappelijk en aardsniveau bedenkt, wat je zou willen of wat haalbaar is, dat dan wegvalt. Ik had het eigenlijk al een paar weken daarvoor dat ik Geert's boek las en dat ik zo het boek opensloeg en dacht van, hé, dit is de man waar ik mee samenkom. En ik had al zo op Facebook zo zijn profielfoto gezien en ik dacht, oh, dat is zo'n Amsterdammer met een grote mond. Ik vond hem een beetje... Hij leek mij zo'n branderig type. Zo iemand waar ik echt niet op zou vallen. Maar omdat die vriendin van mij had gezegd, lees eens een boek van hem, had ik dat... Ik las dat boek en dacht, oh my god, dat is... Hij is die persoon waar ik bij terecht kom. Dat is heel raar, want op aardsniveau, op maatschappelijk niveau denk ik van, ja, daar... En toen was hij nog getrouwd, dus... Het was zowel, hij was getrouwd en hij leek mij niet mijn type of zo. Maar op een ander niveau wist ik gewoon dat hij het was. En toen je de liefde weer terug had, toen kon je ineens ook weer schrijven. Hoe werkt dat dan? Bam, van de ene dag op de andere. En echt 5 jaar niet. Gewoon bijna fysiek niet. Af en toe, ik heb nog wel lezingen. Mensen kwamen vragen om een boek te signeren. Er kwam er ook niks daarvoor. Bij iedereen, ik heb echt voor heel veel mensen boeken gesigneerd en dan keek ik iemand in de ogen en op, dan schreef ik een heel verhaal op voor die mensen, omdat ik blijkbaar hun ziel kon lezen en dan waren mensen ook altijd heel ontroerd. En die 5 jaar, dat was zo, altijd waar ik me aan ergerde wat andere schrijvers deden, van veel leesplezier en dat soort onnozelheden, die ging ik schrijven omdat ik gewoon geen inspiratie meer had. Wat is het belangrijkste inzicht dat jullie hebben gekregen in de liefde? Ja, dat zijn twee zielen die in elkaar klinken. En haar ziel was al de hele tijd open om mij te ontvangen, maar ik zag het niet. Ik was strompelend blind in het zielenlandschap. En dat was een soort van explosie van energie die vrijkwam. Als je elkaar dan gevonden hebt, het meisje aan de oever, eindelijk je zielsverwantschap hebt... Hoe vertaal je dat dan in een boek? Wat is dan je boodschap wat je hoopt dat de mensen vinden in jouw nieuwe roman? Ja, er zijn veel boodschappen in, denk ik. Maar de belangrijkste boodschap is van... Jeetje,
onthul je aan je liefde, verken elkaar en blijf elkaar verkennen. En laagje na laagje laat je zien en wees benieuwd naar de ander en verdiep je in de ander en laat je inspireren door de wijsheid en neem elkaar mee op avonturen die je alleen niet zou doen. En dat is het grootste geschenk wat elk mens in zijn leven kan krijgen, wat iedereen zo gun. Van ga die liefde voluit aan, het is het belangrijkste wat er is in je leven. Mijn naam is Verlangen, mijn reis ligt reeds vast. Vanaf nu moet ik verder, alleen. Nu ben ik voor altijd onderweg naar de liefde, naar het meisje dat aan de oever verscheen.